dat is van een concurrent. Dat is van een concurrent. Maar we zijn er weer wel, mensen. Deel 2 van de Oliebollen Tour. Twee dagen verder. Gewoon origineel. Wat? Welkom, welkom. Bij wat? Bij de oliebollentest. Oh ja, bij de oliebollentest. We hebben natuurlijk Oliebollen Tour Noord hebben we online staan. Heb je die nog niet gezien? Kijk hem eventjes, want we gaan nu verder met die puntentelling. Dus dat. Ik ben ook gebeld. Volgens mij is het precies dezelfde persoon. Maar goed. Dat zou wel mooi zijn. Ja, dat vermoed ik wel. We staan vandaag in Schiedam. Daar gaan we de tour beginnen. Daar gaat Raapje zo meteen wat over vertellen. Het ging niet helemaal goed op de heenweg. Maar dat hoor je misschien wel in de voice-over. En ja, we gaan vandaag het zuiden van het land doen. En daar komt dus 1 puntentelling uit voor dit jaar, mensen. We worden nu al gebeld door exploitanten. Gestalk. Kom je ook naar bij mij toe? Dat vermoed ik trouwens. Dus ja, dat gaan we zo meteen even buiten de camera doen. Let's go mensen, daar gaan we. Oliebolletje 1 gaan we zo testen. Ja, het ging niet helemaal goed op de heenweg, zegt hij. Dat klopt, Tony was vergeten de camera aan te zetten. Dus ze poes heel eventjes opnieuw een extra rondje over de rotonde. Maar dan zijn we er nu toch, ze hebben dat een klein beetje verklapt. We zijn in Schiedam bij Nico Sterrenberg. Hey, wij staan voor de dagje 2 in de Zuidtour in Schiedam. Bij de kram, het kram van Nico Sterrenberg. En die is al een aantal jaren bekroond tot een van de beste oliebollenkramen van Nederland. Ja, ook ooit nummer 1 geweest in de AD oliebollentest en dat is de reden dat we hier staan eigenlijk. Ja, hij heeft er ook een fucking grote wachtrij bij, zoals net de Efteling voor Oudjaarsdag. Ja. We hebben ook al best een tijdje zo wachten. Jij kent hem ook hè? Ik ken hem persoonlijk. Wat, ja, heeft, van, hij, wat heeft hij met de kermis? Ja, zijn ouders die hebben een paar autoscooters en wat gokspullen. Ja, ik heb Nicootje ken ik al vanaf kinds af aan, dus... Nicootje ook, ja. Ja, nou is Nico, maar toen was Nicootje. Ja. Hij doet sinds 2000 heeft hij zelfs het kraam, doet het helemaal alleen. Kijk, hij is al begonnen, lekker appie. Die zijn lekker. Ja. Jezus. Kijk eens. Als dit niveau wordt bedacht, dan ik ga voor een 8,7. Zo, dat is, ja, dat is al potverdik, hè? Ja. Zeker. En dan moet ik overpakken, zeker? Ja, dan gaan we even wisselen zo natuurlijk. De rest dadelijk. Ook voor mij mensen, we staan bij Nico Sterrenberg en ik hou ervan mensen, ja. Wij zijn natuurlijk volgen onszelf. Ik vind dat zo mooi, wil ik toch even zeggen. Dat je dan zo op het kraam, van links naar rechts, je eigen naam zegt, ja, dat vind ik mooi. Ik vind het sowieso een mooi kraam. Ik vind de kleurstelling heel mooi, ik vind de verlichting heel mooi, ik vind de hoeken erin, veel vormen in. En die wachtrij hier van voren, er is zo'n wachtrij van die plaat is gecreëerd. Ik vind dat heel vet. Maar ik kwam hem weer aanrijden, ik vond het ook, ja, we zijn een dag later als normaal, denk ik. Ik vond het druk. Ik hoop niet dat het de rest van de dag overal zo is, want dan gaan we nog een geest tegen de klok krijgen. Nou goed, we gaan beginnen. Ik heb hoge verwachtingen van deze bol, dus let's go. Tony gaf ook een heel hoog cijfer, dus ik ga er ook vanuit dat het goed is. Daar gaan we hoor. Nou. Ja. Lekker man. Grappig van buiten, zacht van binnen. Hij is nog een tikkie te vers. Dus denk ik, hoe kan dat te vers? Hij slaat natuurlijk in het begin even dicht. Ja, maar pik hier meevallen. Ja, hij is al een beetje terug aan het komen, zeg maar. Ja. Net een klein tikje te vroeg, maar dat valt mee. Goede mix krenten, rozijnen, ook genoeg krenten, rozijnen erin. Ja, dikke prima. Hoog begin voor vandaag. En dan moet ik hem rangeren tussen de oliebollen die we in de Noord moeten gedaan hebben. En dan is dit wel een van de beste bollen. Nog één hapje om te kunnen oordelen. Negen. Ik denk gewoon de beste bol die we tot nu toe gedaan hebben. Zowel in Noord als Zuid. Muziek erbij. Goed begin. Oh, daar had ik het net over, hè. Wachtmuziek zou wel lekker wezen. Ineens gaat de muziek draaien. Goed kraam mensen hier in Schiedam op, wat was dat? Koemarkt. Ja. Ik ben nog steeds de koeien aan het zoeken, maar goed. Dus ga er naartoe als je in de buurt woont. Topbollen. Zo, en of dit een goed begin is, want een 9, die zie je niet vaak hoor.
goed, we gaan naar het volgende kraam. We hebben een special guest dit keer. Het debuut van Justin in de oliebollentest. En we gaan naar zijn zeggen, de mooiste stad van Nederland. We gaan naar Tilburg, naar het kraam van Martin Witte. Nummertje 2, Tilburg. Martin Witte. Duimpje voor Tilburg? Ja, een lelijke type stad. Van nummertje 2, oliebol. Oh, ja. Het is gewoon een lelijke stad, Tilburg. Ja. Hey, je bent een special guest. Tilburg is natuurlijk de mooiste stad. Dus deze man hier, Patrick, hij komt van Zeeland. Hij komt van Waspik. Ja, wat is Waspik überhaupt? Niemand kent het. Niet uit op Tilburg. We hebben de mooiste kermis van Nederland. En ik wil lekker oliebolletjes. Zo. Waarschijnlijk. Nou, ik ga verder, want hij neemt gewoon helemaal over. Tot zover, Jet. Nee, maar eerst, we sturen de rekening wel voor de reclame. Ja, ik wil altijd promotie. Nee, maar Martin Witt is ook wel bekend voor de kenners onder de powerdancer. Ja, ja. En Wat? Ja. En? Er zou helaas... Ik dacht dat je nou gezegd. De aquablaster. Ja, ook daar is je bekend van. Ook bekend van. Maar ja, er zou iets nieuws bij komen dit jaar. Maar ja, dus helaas is dat de koop niet doorgegaan. Dus dat is op een zijspoor gezet, helaas. Maar we hebben even lekker een oliebolletje proberen. Ja, ook hier is die warm gemaakt in de marathon. Vind ik een pluspuntje. We hadden dat nou nog meer? Ja. Ja, kijk je lippen. Oh, Bosma. Even op hun lippen. Ja. En hij doet ook niet af aan de Bosma-bol, omdat hij opgewarmd is in de marathon. Super cool. Hij is lekker luchtig, krokant. Goed gevuld met krenten. Echt lekker fris, lekker fruitig. Ja. Nou. Ja, nee. Heb je dat gedaan in de auto? Jezus, het is moeilijk. Ik had niet meer wat net aan. Nee, heeft iemand Tony zijn petje al gezien, mensen thuis? Eh? Ik ben gewoon lekker vol van mezelf. Maar ik moet een cijfer geven en dat vind ik wel echt moeilijk, want ik vind hij is ook lekker. Ja. Stilber, hè? Doe het eens eventjes. Ik had een 8. Zo. Ja. Oké. Doe jij het ook even voor de leut? Ja, jij telt niet mee voor de puntentelling, maar... Nee, ik ben een special guest natuurlijk. Ja, special guest, maar je moet wel even weten hoe je de eigen oliebollen smaken in je eigen stad natuurlijk. Al stikt het die van de kraam trouwens in Tilburg, hè? Ik, ja. Een 4 of zo. Grote hap. Hij zegt een grote hap. Hij kan bijna niet meer praten. Lekker! Ja? Ja, geef even voor de vorm een cijfertje. Ik moet ook komen, hoor. Want ik heb het krentenbollen, ik heb altijd gewoon een normale oude oliebollen. Maar... Daar ga je de fout al in. Wat zegt hij nou? Hij gaat voor de oude oliebol. Dus geen krentenbol. Maar een krentenbol is juist het belangrijkste, want een krentenbol is moeilijker te maken als een oliebol. Ja. Oliebol kan jouw lul wel zo. Ja, die kan ik ook maken. Mijn moeder wil oliebollen maken. Die dus, hebben goede oliebollen. En een krentenbol is toch altijd net eventjes dat extra moeilijkheidje eraan. Dus. Maar ik smoef. Ik proef de krenten erg. Ik vind het heel lekker. Ik eet niet heel vaak oliebollen, maar altijd eet geniet ik wel van. En als ik een cijfertje moet geven, denk ik ook wel een dikke 8. Ja? Dikke, ja, 8,1 want voor Tilburg is natuurlijk. Dus je 0,1% komt van Tilburg. Mooie stad. Dus ja, een 8 zou ik zeggen. Oké. Nou ja, goed, gaan we even wisselen. Blijf jij lekker staan anders. Dat is wel leuk. Oké, jongelui. Nou, daar gaan we. Sleuk verzonnen, hè? Ja. Misschien ik al wat. Grote hap, hè? Grote hap. Nee, gewoon normaal, hè? Ik moet er wel een oordeel over kunnen vellen, hè? Natuurlijk. Oké, die poeder, ja. Je lipjes vol. Ga je nou stilstaan? Tony heeft het over de knapperigheid, die proef ik niet. Met deze. Hey, ik ken hem ook overal, hè? Ik had het niet over de knapperigheid, ik had het over de luchtigheid. In één keer in Tilburg en iedereen kent me hier. Het is niet te geloven. Ja, ik breek even. Waarom moet je goed zijn over Tilburg, hè? Ik ben heel goed over Tilburg. Ja, dat gemeen. Het is hele gezellige mensen wonen hier. Gek genoeg. Maar het is gewoon voor de rest de kutstad. Maar met wel lekkere oliebollen. Kan je overlullen wat je wil. Ja, ik vind het wel lekker. Ik zou het meten. Zo is dat. Lekker vol ook, zit lekker veel in, heerlijk, maar niet knap. Ik geef wel pluspunten voor het opwarmen mag het wel. Heb ik bij Bosma ook gedaan, schaf ik daar 0,2 volgens mij, er bovenop, doe ik hier ook gewoon bovenop. Dan zou ik uitkomen op een
2,3. Ja, oké. Okay. Ja. Weet jij nou al wat je oliebol gaat kopen van wat ik wil de witte kopen. Je gaat lekker bij witte kopen? Nee, ik ga niet kopen. Nee, mijn moeder maakt ze. Mijn moeder is ook oliebollen bakken. Oh, maar dan gaan we ook even testen dan. Ja, dat mag wel. Dat mag even, maar eens. Ja, dat is lekker. Heb je nog wat te vertellen tegen de mensen thuis? Ik zeg, like de video, abonneer. En hoe ik zeggen, Tilburg, een mooie stad. We komen naar de Tilburgse kermis 2024. Promotie. Ik ben nu trouwens heel benieuwd wat onze voice-over gaat vertellen. Want wij gaan naar Eersel. En wie staat er in Eersel? Ja, dit is de mooiste combinatie die je kan maken. Fantastisch, mensen. Ik zou zeggen, Rapie, kom erin. Ja, nou nu het moment waar ik echt al jaren op aan het wachten ben. En eindelijk gaan ze er naartoe. We gaan onderweg naar Eersel, naar de zoon van de eigenaar van mijn favoriete attractie. En ook hij heet Hans van Tol. Moeten ze alleen nog even tussen het goede kraam zien te vinden. Wij zijn bij Van Eersel. Nee, niet bij Van Eersel. Van Eersel, ja. Dat was gisteren mijn auto bij Van Eersel. We zijn nu in Eersel bij het kraam van Tol. Bekend van... Zeg het eens, Rapie. Oké, let's go. Oké, die dus. En die krentenbol. Het is lekker warm. Het is best wel lekker. Oh, ik zie al... Ja hoor. Godverdomme. Oh, ik moest minder vloeken van mijn nichtje, sorry. Ja, dat mag niet. Ja, pot voor jou, een hele kont. Oh, dat is toch lekker dan. Zoiets moet je dan zeggen. Die zijn echt knapperig, luchtig. Knapperig, luchtig. Super goed gevuld. Zeg. Kijk. Ja, lekker warm, heerlijk man. Echt zoals ze moeten zijn. Deze is moeilijk. Netjes, ja hoor, dan gaan we even wisselen, lekker. Stonden we nou toch bijna bij het verkeerde oliebollenkraam, is het niet te geloven, er staat hier een stukje verder aan het oliebollenkraam. Ik had van de redactie bij doorgekregen Jumbo, dus ik stond bij de Jumbo, ik denk dat komt niet overeen met hetgene wat ik opgezocht heb, het kraam dat ik zag staan. Dus even wat redactiewerk gedaan, toen kwamen we uiteindelijk wel op een goede plek terecht. Overigens, Tony zegt, ja, van Tol van de Tulpliep is natuurlijk ook wel zo, maar dit is junior, hè, wist je dat? Mm-hmm. Ja, en die hebben grijpkramen, pink date, en dat niet. En volgens mij was dat het. En dan dit kraam. Interessant, net. Dus dat en daar zit dan lekker te kijken natuurlijk. Nou, daar gaan we. Dancing queen, young and sweet only. Ja, maar je mag ook stoppen met je aanspelen. Rijd er door maar uur. Ik rijd er hier bijna niet tegen mijn auto aan. Maar goed. Dat knippen we eruit. Lekker. Zo, warm. Veel suiker, daarom moet ik nog even een hap nemen. Maar lekker gevuld. Krokant van buiten, zacht van binnen. En zo hoort het. Goed hoor. 8,7. Wel, echt een goede bol. Lekker klassiek. Ja. We gaan door naar de volgende mensen. Een bekende voor ons. Een hele bekende voor ons. Wat wou je leeg zakje filmen? Ja, tuurlijk. Het feit dat alle oliebollen soldaat zijn gemaakt lijkt mij een goed teken, toch? Maar goed, we gaan naar het volgende kraam. We gaan naar Nune, naar Hendricks en Stroeken. En Patrick, ik zou even Tony alvast aanlijnen, want het is de Intratuin in de buurt. Hou daar even rekening mee. Hey, daar zijn we weer, bij de Intratuin. Oh nee, toch niet. De oliebollen toeren nog steeds. We staan nu in Nune, bij de kraam, het kraam van... was ook weer Hendricks Stroeken. Ja, ja. Bekend van Kermis TV Tilburg. Ja. Van de Oreo Bol, Oreo en... Toen zeiden wij, we gaan hem in de landelijke tour doen. Om de normale bollen te testen, met je krenten, zeg maar. Zo gezegd, zo gedaan. We staan in Nune. Ja. Met oliebol, met krentenbol. Let's go.
Oké. Okay. De eerste? Wat kaneel is het? Er zit een kaneel in? Mm-hmm. Oh! Hij is lauw warm. Eigenlijk niet perfect in de temperatuur. Lekker luchtig. Wordt een hoestaart te maken, maar dat mag niet uit. Gewoon door. En die punten vind ik nou zo kut, hè? Dat is moeilijk. Ja. Koud bij een 8. Ik doe een 8. Een 8? Ja. Oh, dat vind ik magertjes, maar goed, dat maakt niet uit. Nou, wacht even. Nee, ik neem nog even een... Ja, ik ben wel een lekker bek, weet je wel? We doen gek, 8,4. Die is ook voor alles van niets. Of tenminste van niet alles. Lekker Tony, nou dan gaan we wisselen. Zelf niet verwachten, maar ook ik sta hier nu ook voor het kraan van Stroek Hendricks. Dit is trouwens zijn vrienden van, tenminste zegt Jan dan zelf, van Jarno. Jarno heeft hier ook het redactiewerk voor gedaan om te kijken waar ze nou precies stonden, want ik was het al even vergeten. Maar goed, daar gaan we. Ja. Lekker knapperig. Niet overdreven knapperig. We hadden het over de Noordtour hadden het over dat ons opviel dat het zo extreem knapperig was. Dat is die niet, maar wel gewoon goed. Krentenrozijnen, dikke prima. Luchtigheid. Ja, goed. Had misschien nog een tikje meer gemogen, maar is gewoon gemiddeld. Altijd ook bolle dit toch? Op de kermis toch? Of is dat alleen Tilburg? Altijd. Een soort van bierens. Oh ja. Ik heb een goede redactie mensen, dat werkt wel, want ik weet alles. Ja, ik proef de kaneel dan nu niet. Dat ligt aan mij. Maar ik ga er gewoon. Ik ga er wel vanuit dat het erin zit. Ja? Ik vind het een lekker bol. Ik moet gaan denken waar ik hem ga plaatsen. Vanwege het snufje kaneel, 8,8. Nou mensen, kom hier lekker niet. Lekker eventjes shoppen in de Intratuin, dat doet Tony ook altijd graag. En dan daarna lekker bolletje halen. We gaan op naar de volgende. Echt? Ja. Ja, en we blijven nog heel eventjes bij Stroeken, want we zijn weer op de rit. We gaan er echt naar Peter Stroeken. Ja, en zo zijn we van Stroeken Hendricks gauwen door naar echt. Naar Stroeken. Echt? Ja, echt. En bekend van het liedje? Fireball. Ja. Ja, is het ook bekend van? Ja, nee, zeker. Zeker. En ja, de vader van de Jumbo, hè? Hallo. Rocket. Vroeger. Vroeger van de Rocket, ja. Ja, ja hoor. En de Flying Jumbo Circus. En de Cyber One, hè? Cyber One. Vader dan. Ja, vader, ja. Een van de. Nummer 2 speedboost, denk ik. Twee speedboost, ja. Ze zijn warm. Echt warm. Oh! Oh! Let dat vet. Nou, de eerste lichting wel. Deze kwam van de bakplaat, maar die was wel net gewakker, denk ik. Even happen. Zo! Verdomme, de warmte komt eruit, zie ik al. Snufje kaneel? Nee, hè? Oh, ik dacht misschien een beetje hetzelfde recept, weet je wel. Want het is familie van elkaar. Mm-hmm. Die van net en nu. Begeven wij. Nicht of neef, wat was dat iets? Neef, hè? Ja. Ja,
Tolly. Hij is wel qua structuur ook lekker. Lukkig. Een beetje klein. Klein krokantje. Klein krokantje, ja. Luchtig. Ook de frisheid van de krenten en de rozijnen. Er zit wel minder in als net. Ja. Vind ik zelf. Ja. Niks mis mee. Ja, ik ben niet on fire, hoor. Dan wel. Nee? Ja, het is wel een fireball, maar... Ja, vanwege de warmte. Oh, hier komen de krenten, dus dat verstopt. Hè? Ja. Maar goed, doe nog een cijfertje natuurlijk. Ja, is, Nee, Patrick. Mag ik erover zeggen, hoor. Geen probleem. Ik gaf een 8,2. Ja, dat is toch niet verkeerd, moet ik zeggen. Ja, nou, dan ga je wisselen. Ik ben ook benieuwd. Een beetje schudden voor mij, mensen. Dat is altijd belangrijk. Nou, daar gaan we. Eén laatste bol voor vandaag. Lekker man. Oh, lekkere beet moet ik zeggen. Hoi. En ik heb nog wat te vertellen ook. Ja, ik loop alleen maar tegenkouwen. Ik ga wel vertellen. Lekker binnenkantje. Lekker buitenkantje. Hier zijn ze wel goed verdeeld, die krenten en de rozijnen, moet ik zeggen. Dat is wat ik vandaag ga vertellen. Maar net welke schep je hebt. Ja. Toch misschien toch allemaal terug naar de leesju. Schep. Oh ja. De julepel. Kijk even. Toertje 1, Noord Tour, dan weet je waar we het over hebben. Hij heeft best wel prima qua structuur en zo. Ja, qua smaak, ik heb een handicapje deze tour, dat is echt een kutprobleem. Ja. Ik proef de helft maar. Dat is echt een kutzooi. Hij is vervelend. 8,5. Maar net. Nou, mooi kamer moet ik even zeggen. Leuk kraampje. Mooi penetje erop. Vind je niet? Ja, ik vind het geweldig. Ja. Rot op, man. Serieus? Ja. Een mooie spandoek ernaast en zo. Ja. Dat wordt helemaal niet meer serieus. Nee, ik meen het serieus. Nee, ik meen het ook serieus. Oh. Ja. Serieus? Nee, ik vind het echt een mooi. Maar goed, dan gaan we door naar de volgende plaats. Raapje gaat vertellen waar naartoe. En we hopen dat we dat gaan halen voor sluitingstijd. Want het is nog een stukje rijden. En als je de podcast luistert, weet je ook nog een leuk nieuwtje over Stroeken. Maar goed, we gaan echt achter ons laten, echt waar. En we zijn alweer toe aan de laatste bol van deze oliebollentour. De heren zijn onderweg naar Hoensbroek, naar het kraam van Brunselaar. Heren, geniet ervan. Wij zijn in Limburg, in Hoensbroek. Limburg. Oh ja, dat is goed. Haaien. Ja. We gaan ook even naar de kerk nog, heb ik gezien. Ja. We staan dan bij Brunselaar, van ja. Bekend van de Happy Spider. Ja. Dat weet ik het niet. Slecht voorbereid. Ja, weet ik ook niet. Ja, ze hebben nog een draaimolen toch? Dat zou zomaar kunnen als jij het zegt. Ja, dat dacht ik wel. Dat zoeken we op in de redactie straks. Ja, daar hoor ik wel wat van. Ik ga even stoppen. Een lekker krentenbordje, hij is koud. Oh! Ja, dan moet ik zeggen, kanttekeningetje, we zijn natuurlijk aan het eind van de dag. Maar desalniettemin is hier nog best lekker. Ja, ook lekker fruiten van binnen. En eens aan het kijken. En ik ga gauw een cijfertje geven, want het begint te regenen. Het begint te regenen de hele tijd al. Ja. Wow. Maar dat is omdat het koud is. Ja, dat dacht ik wel. Dat zijn toch net die kleine minpuntjes, hè? Ja. Oké, we gaan wisselen. Nou, waar ben je nou, Tiewe? Zou ik maar zeggen. Jaren zit hij te zeggen. Oh, kom nou naar Hoensbroek. Weet je wel, heerlijke oliebollen. Wij zijn de beste van Nederland. Kom nou eens een keer langs. Nu ben ik hier en dan sta je er niet. Volgens mij Brunselaar gaan we. Laatste keer van vandaag. Koud is inderdaad jammer. Proef ik iets van vanille? Kan dat? Ik niet, maar. Oh.
Zou kunnen. Dan hoop proef ik ook niet. Hij is lekker beet weer. Lekker knapperig, zacht van binnen, niks mis mee. Zeggen we altijd. Krenten, ja, ik heb dan net een beetje minder. Maar gewoon. Prima, waar zit je allemaal aan te kijken, Tony? Ja, oké, Tony. Ik weet genoeg, Tony. We hebben ook Dustin mee, die staan achter de camera, die houdt de camera vast. Daarom gebeurt er dit. Lekker een kontje, hoor. Ik zou zeggen. Ja, we gaan op naar de auto, mensen, en dan gaan we de balans opmaken. En dat waren er gewoon weer even 6 ton. Het is toch afgelopen? Ja, we zitten er al in, het zit er al weer op. Oh. Ja, we begonnen in Schiedam en we eindigden hier in Hoensbroek. We zijn alles in bussen in. Hè? In Wiesebroek? Hoensbroek. Oh, En alles ertussenin heb je allemaal kunnen zien. Ja, het was weer fantastisch. Noordroute hebben we 2 dagen geleden gedaan. Dat was al leuk. Deze route was ook wel leuk. Ik wil iedereen bedanken die gesteund heeft. Ja. Alle oliebollen die wij nog ontvangen hebben. Iedereen die ons gesponsord heeft. Zijn ze niet allemaal geweest. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar dat geeft ook niet. Zeker. Ik hoop dat jullie het een leuke tour vonden. Het is allemaal voor de fun, dat wil ik echt benadrukken weer. Niemand heeft slechte oliebollen, dus dat, ook nee, dat wil ik wel. Alle oliebollen die worden gewoon met liefde gemaakt. Ja. En echt, ze hebben allemaal hart voor de zak en ja. Ja, samen voor de eigen boterham het hart te werken. Ja, en ze zijn gewoon allemaal goed. Ja. Dus ja, dat wil ik dan toch wel eventjes gezegd hebben. We gaan zo meteen de balans opmaken, dus Raapje gaat de balans opmaken. Wie is er nummer 1 van de Zuidtour? Middenweeks van Landerijn. Ja, ja, en daarna komt er natuurlijk nog een landelijke stand uit. Mm-hmm. Ja, en dan is het voor dit jaar weer om en dan gaan we weer werken naar volgend jaar. En mensen, geloof, hier zit heel veel voorbereidingswerk in, hè? Ja, dat geloof ik best. Ja, en dan alle respect naar jou, Patrick, want daar heb jij toch wel grotendeels opgenomen. Nou ja, en ik wil eigenlijk gewoon zeggen, kijk eens, hebben jullie... een tip voor ons, een bekend exploitant die jij weet te staan. En dan een bekend exploitant van de kermis die jij weet te staan. Bij jou in de buurt, bij wijze van spreken. Stuur ze door, mail ze even naar. depatrickrh@outlook.be. Ja, dan kunnen wij ze volgend jaar meenemen in de tour. BE, maar ja. Ja, dat is een lang verhaal, luisteren voor de podcast. Maar dan kunnen wij ze volgend jaar misschien meenemen in de tour. Want er zijn al aanmeldingen geweest. En we zijn al aan het kijken of we er volgend jaar weer bij kunnen. Of die er weer bij kunnen komen. We werden zelfs vandaag nog on tour nog gebeld. Of we niet tussenbij kunnen. Hé, hey, kijk eens. Dat zijn de vrienden, hè, mensen. Ja, dat zien we wel. Beetje Marcaro. Ja. Molla. Ja. Molla, doe je het toe. Ja. Oh. We zijn zelf nog gebeld onder de tour, inderdaad. Dus we kijken of we dat volgend jaar ertussen kunnen doen. Maar ja, het moet wel in de tour passen. En het moet ook binnen de tijd passen. En dat is altijd een heel veel puzzel. Goed, Rapi kwam erin. Tony, jij heel erg bedankt weer. Ja, jij bedankt voor jouw enthousiasme autorit. Enthousiasme autorijden, zo te zeggen. Ja, nou dat is altijd... En het meezingen van de heerlijke grote muziek. Oh ja, muziek, hè. Lekker was dat, hè. Heerlijk. Nou, Rapi, kom er maar in. En dat was hem alweer. Maar niet voordat we zoals gezegd de balans hebben opgemaakt. Ik begin met de uitslag van deze tour en daarna volgt de uitslag van beide toeren bij elkaar. Dus heb je het eerste deel nog niet gezien, zal ik die nog even kijken als ik jou was. Voor de nummer 6 moet je in Hoensbroek zijn bij het Kraan van Brunselaar met 15,9 punten. Op nummer 5 het Kraan van Witte in Tilburg met 16,3 punten. Dan op nummer 4 Peter Stroeken in Echt met 16,7 punten. En dan op nummer 3 Hans van Tol in Eersel met 16,8 punten. En dan op nummer 2 Hendricks en Stroeken in Nuenen met 17,2 punten. Dat betekent dat je naar Schiedam moet voor de beste oliebol. Het Kraan van Sterrenberg 17,7 punten. Maar dan zijn we er nog niet, want we gaan nu de Noordroute en de Zuidroute samenvoeren met elkaar. Met 12 kramen die we in totaal hebben gehad. Op nummer 12 Por in Emmen met 14,9 punten. Dan op nummer 11 Gunnen in Heerenveen met 15,5 punten. Dan op nummer 10 Akkerman in Boswaard met 15,8 punten. Op nummer 9 Brunselaar in Hoensbroek met 15,9 punten.
Dan op nummertje 8 Witte in Tilburg met 16,3 punten. En op nummer 7 Mulderverwijk in Oostzaan met 16,5 punt. Op nummertje 6 Stroeken in Echt met 16,7 punten. Dan op nummer 5 Hans van Tol in Eersel met 16,8 punten. Maar eigenlijk is het een gedeelde vierde plek, want Bosma in Zuid-Laren heeft ook 16,8 punten. En dan op de derde plek Ariaans in Emmen met 16,9 punten. En dan op nummer 2 Hendricks Stroeken in Nuenen met 17,2 punten. En dat betekent dat wederom op de eerste plek Sternberg in Schiedam staat met 17,7 punten. En dat was hem dan echt, de oliebollentour van dit jaar. Ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze twee video's. Abonneer je op de Patrick Era als je er volgend jaar weer bij wil zijn. En dan zeg ik nu nog maar één ding. En dat is tot de volgende video. Tot de volgende oliebollentour. Joejoe!